Goedendag of goedenavond. Mijn naam is Geert Geens en ik maak heel graag reclame voor de Leadership Happening van 21 oktober in Antwerpen. Alles draait rondom dat magische woord van leiderschap. En dat is altijd een heel duur woord geweest, een heel moeilijk woord. Een beetje te vergelijken met een grote logge zeppelin die boven in de lucht hangt. En de moeilijkheid van een zeppelin is, je moet die ergens tot op de grond zien te krijgen. Een heel lastig proces. Dat is de verdienste geweest van de Future Leadership Initiative, TFLI, binnen AMS, om dat grote gevaar ook naar de grond te trekken. En dat is niet makkelijk. Voor elk antwoord dat je vindt, ga je misschien 3 andere vragen oproepen. Dus moeilijk proces om echt vorm te geven. Dat is ook voor mij de kracht van de Leadership Happening. Dat we heel veel mensen kunnen verzamelen om zo die zeppelin wat oren en poten te geven. Je hebt mensen vanuit het onderwijs, vanuit de kunstsector. Ik wil vooral 1 perspectief in de verf zetten. Dat is de wereld van de sport. We kijken er graag naar, maar misschien ook met een leiderschapsoog naar kijken. Het is een wereld waar dat teams en competitie en resultaat heel belangrijk zijn. Waar Katrien Fransen als prof heel mooi werk heeft geleverd. Dus als u benieuwd bent hoe leiderschap in sportploegen wordt georganiseerd met resultaat en hoe het daar handen en voeten krijgt, moet u zeker vastkomen naar de Leadership Happening van 21 oktober. Ik zie u daar graag.